Goeiedag iedereen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik wou bijna podcast zeggen. Er komt wel een podcast aan, maar dan wil ik iets vinden op internet of iets tegenkomen op social media of internet wat ik interessant vind om over te hebben, weet je. En dat ik daar ook over mijn mening geef. You feel me? In ieder geval, als het interessant is, hè? In ieder geval, voor mij, in ieder geval. Dus ik ben deze shoppen vandaag. Ik heb iets gekocht bij JD Sport. Ik laat jullie zien ook welke andere... Ik heb een t-shirt gekocht. Ik heb ook andere t-shirts gezien. Ik laat jullie nu zien welke t-shirts ik ook wel leuk vond. Leuk vind eigenlijk. Ze zijn allemaal mooi. Dus ik kon ook één van deze t-shirts nemen, maar jammer genoeg heb ik een shirt, beter genoeg heb ik een shirt gehaald bij JD Sport. En ik laat jullie zo meteen zien, ik ga nu naar mijn studiootje, ik ga hem aantrekken voor jullie, zodat jullie gelijk kunnen zien wat ik heb gekocht. Klein moment. Ja, nu ben ik in mijn studio, ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht bij JD Sport. Ik koop hele mooie dingen bij JD Sport. Ik heb deze t-shirt ook bij JD Sport gehaald. Twee t-shirts van Mac McKenzie voor 25 euro. Ik zeg je eerlijk, het is eigenlijk wel een hele mooie prijs voor twee shirts. In ieder geval, ik laat jullie zien. Mijn nieuwe t-shirt. Ik heb er 37 euro voor betaald. Ja, ik heb wel een nieuwe shirt nodig, want de zomer komt eraan, weet je. Voldoende shirtjes hebben. Zoals je ziet, het is blauw. Laat jullie nu zien. Dit is de achterkant. Ja, dit is de achterkant. En dit is de voorkant, dames en heren. Kijk eens wat erop staat. Kijk, het staat hierop. Never stop exploring. The North Face. Dus ja, dames en heren, dit is wat ik heb gekocht. Kostte mij 37 euro. Ik dacht van, op zich wel een mooie prijs. Beter dan een shirt halen bij de bijenkorf. Ik zeg je echt heel eerlijk. Oké, geef me even een moment. Ik ga deze t-shirt nu voor je aandoen. Zodat jullie kunnen laten zien hoe het eruit ziet. Ik zeg het aan hebben. Hier zie je dat, dames en heren. Mijn nieuwe t-shirt. Is die mooi of niet? Kijk, dit is het dan, dames en heren. Hij is mooi, hè? Ik vind hem ook heel mooi. Zoals je ziet. In ieder geval, dames en heren, korte krachtige video, mijn nieuwe t-shirt. Het is vandaag marathon, als je vandaag trouwens mijn nieuwe vlog kijkt nu. Er is marathon in de stad, in Rotterdamstad. Dus ik zou zeggen, ja, langs gaan, hè. In ieder geval, dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik zie je bij mijn volgende video, bij Ieders Wijnen Video's. Een fijne dag verder.